Maandag. Hi. Een nieuwe ronde, nieuwe week. Je wacht de vlog openen. Nieuwe bingo, goedemorgen. Wat voor bingo heb je? Nou, ik vroeg dus verleden week, en wat doe jij op maandag? Ja. Nou, dus ik heb een week moeten wachten om antwoord te kunnen geven. Dit doe ik op maandag. Administratie. Ja, administration. Maar dit is wel een van de laatste, hè? Want dit is het grote Nijntje Haakboek met de pakketten. Aanstaande zaterdag. Dus als mensen het zien... Dan is het al geweest. Dan is het al geweest, dan ben je te laat. Ja. Dan ben je al te laat. Ja. Veel te laat. Ja. Net als die mensen die de sneeuw gemist hadden in Pijnakker. Oh! Dat was zo leuk. Ja, dat was leuk, hè? Ja. Het boek... nog steeds mensen over. Het grote kersthaakboek. Ja. Nee, hoe heet het? Kersthuisjes haken. Kersthuisjes haken. Uitverkocht. Ja. Overal. Maandagmorgen, knallen. Het is een beetje fris, het is een beetje droog, het is niet te heet. Mooie dag voor sjouwen. Nee, Nijntje, niet sjouwen. Oh. Maar zit Nijntje in die hele grote doos? Het is wel een hele luister, grote doos. Ja, dat is een levende Nijntje erin. Maar wist je dat je Be Creative met Vlieselina moet zijn? Met wie? Met Vlieselina. Dat doet ouw volgens mij. Ja, Vlieselina. Gaat nee. Hoe heet dat spul ook weer? Vaseline. Vaseline. Ja, dat doet het geen ouw. Als je vaseline gebruikt, doet het geen ouw. Maar je hebt ook Vlieseline. Ja, als je Vlieseline hebt gedacht... Dan zijn je vliezen betrokken, denk ik. En je hebt ook nog plakvlieseline. Plakvlieseline. Nou ja, waar gaat Zullen het over? Zullen we het even unboxen? Ja. Nou, welkom bij Pera Pasha. Wacht, ik had je hoofd niet. Oh, welkom bij Pera Pasha, ja. Dit is een doos, een hele grote doos. Vorige keer toen ik zo'n doos opende, ja. Harder praten. Toen zat Joke erin. Oh, we krijgen een nieuwe collega. Ja, denk je, zullen we kijken? Ja. Ja, het zijn heel veel collega's. Wil je dit zien? Ja. Daar is die. Oh, wauw. Leuk, hè? Wauw, dit is de week van... Nijntje! Kom je zaterdag ook? Blijf ja, kijken. Ik ben er wel. Ben jij er ook? Ja, ik ben er ook. Oké, doei! Hi! Hij is er eindelijk. Weet je nog, even terug in de tijd? Ja. Dat was in maart, hè? Die bewuste dag in maart... Ja, toen hadden we nog de presentatie van Gordeldierenhaken. Ja. En nou is het de 31ste zover. Dus dat. En toen die ene dag dat het zeg maar per ongeluk live ging. En dat ineens dat boek razendsnel verkocht werd. Ja. En nou pluk ik. Nou ja, jullie plukken daar allemaal de vruchten van. En ik kramp in mijn handen. Jij kramp in je handen? Hoe voelt dat nou, die kramp in je handen? Ja, toch wel lekker. Toch wel lekker, ja. Hè? Nou, schrijf dan eens een beetje door. Ja, het zou wel moeten. Ja? Nou, je hebt gelukkig wel heel goed hulp. Ja, gelukkig wel. Ja, toch? Dinsdag. Oftewel, Nijntje. Nog meer Nijntje vandaag. We gaan vandaag deze pakketten inpakken. Die mogen nog niet met de post mee, dus daar moeten we even mee wachten. Want we hebben heel lief gevraagd, kan je alsjeblieft zorgen dat die pakketten op tijd voor de lancering van het boekje zijn? Want ze hebben natuurlijk gewoon zaterdag die lancering van het grote Nijntje Haakboek. Nou, dat is gelukt. Gelukkig dankjewel, Durabel en Brouwer, en voor het op tijd leveren. Want het was even ingewikkeld, maar ik ben wel super dankbaar dat het gelukt is. Nou, en vandaag komt Jeetje, Sabrina komt, Lieneke komt, Marit komt, dus volle bak. Oh ja, en Kimberly komt natuurlijk, want die komt nog de boeken signeren verder, zodat we daarmee verder kunnen. Dus ik zou zeggen, blijf weer kijken. Wat er allemaal gaat gebeuren, ik weet het niet. Tot straks. Je zit al lekker op de pips vandaag. Heerlijk, wat ben je aan het doen? Ik ben de kersthuisjes, bossen aan het bijvullen. Aan het bijvullen? Oh, je krijgt ook een sticker van Jay. Ja. Leuk. Is het een retourafzendertje? Ja, zit ik dat in. Dus als we haar nu op die pallet gooien hier, ja, dan gaat ze naar Den Haag. Zou je een dagje Den Haag willen? Ja, lekker. Wat ga je doen dan in Den Haag? Ja, nee. Hè? Geen idee. Nee, je gaat naar Den Haag. We nemen je mee. Nou ja, DHL neem je straks mee. Oh, er staat iemand tegen het raam, Sap. Waarom sta jij gebukt? Er staat er eentje tegen het raam daar. Wat doet ze? Wat doe je? Wat is dit? Daar is ze weer. Kan je ook het raam likken? Opa. Kom, we gaan even open doen. Goedemorgen en welkom bij Pera en Pasha. Hi. Oh, je kan gelijk door. We zitten op je te wachten. Okay. En een beetje tempo. Chop. En sneller. Hi. Hi. Het begint een beetje vol te raken deze winkel. Vooral bij de ingang op dit moment.
Dit is Katia. Schepje staat hier trouwens ook nog. Daar hebben we nog helemaal niks mee gedaan. Dat is voor straks. 1, 2, 3, ink staat daar. Hebben we ondertussen ook binnen. Er is Katia. En ik weet wat hierin zit. Ik vind het echt heel mooi. Ik krijg, kijk, dat zie je niet vaak. Maar zie je die kippenvel? Zie je die kippenvel? Dit hebben ze eindelijk een keertje goed gedaan bij Katia. Want dit is het. Tada! Dit is mooi. Echt. En weet je wat ik hier nou zo leuk aan vind? Ja? Jay heeft dit gehaakt en ontworpen. Ja? Jij hebt de foto's gemaakt. Ja. Ja. En het is mijn woonkamer. Nou. Dit is echt samenwerking. Dit is heel leuk. En sponsord bij Katia. Dus heb je deze nog niet? Wil je meedoen met deze call? Start in oktober. Dan kan je via een linkje hieronder kan je nog een pakket bestellen. Ze zijn bijna uitverkocht. Voor mij zijn er alleen nog van die mooie groene paar beschikbaar. Dat is. Dat is je leven. Ja. Leuk hè? Zeker. Ja, ik vind hem echt, echt heel mooi. Ik ga hem ook even openmaken. Ja, ja, we willen het zien. Hebben we dit? Oh, hij zit niet vastgepakt. Ik denk, waarom krijg ik hem niet open? Oh, maar dit is wel echt een feestje, jongens. Kijk, er zit dus ook een mooi cellofaantje omheen. Kijk. Zit er nog hier? Nee, niks. Spolletje. Alleen maar garen. Ja, alleen het garen. Ja, het is echt heel mooi. Het is echt, echt, echt heel mooi. Weet je, het is gewoon een feestje. Als netjes, netjes, netjes. Nou, dat is het. Het is lijkt wel kerst. Merry blanket. Kerstblanket. Merry blanket. That's it. Let's go. Ben je toch weer lekker aan het tillen? De pallets worden gehaald, hè? Ja. Maar die moeten wel door kunnen natuurlijk. Weet jij dat je bijna net zo rood bent op camera als je shirt? Shirt? Ja. Nu kan ik me wel wat voorstellen. Ja, zo voel ik me. Oh, heerlijk. Weet je, ik voel me een beetje opgelaten. Nou ja, het repeteert allemaal zo erg. De kip. Weefselzijdig stukje vlees. Kip, ja. Weet je dat? Nou, dit is pallet nummer 1 die weer gesorteerd moet worden. Het is allemaal met Nijntje pakketten. En dan gaan we naar hier. De boekjes en nog meer boekjes. Moet wel gesorteerd worden, anders gaat het naar één adres. Dus, nou, daar komt ie. Wat een herrie hier, joh. Wat ben je nou doen? Zuigen. Zuigen? Zuigen. Ja, daar ben je goed in. Zuigen, kreng. Zuigen. Ja. Harder. En door. Weet je hoe vies dat tapijt hier is? Zuigen. Yeah. Zuigen. Doe dat even wat. Zag dat we daar best veel voor in de zee. Ja. Om te zuigen. Nee, zij zijn niet. Nee. Zij niet alleen. Dus dat, maar goed, ja, ik zou er even lekker verder. Want ja. Ik voel ook nog een stukje. Ja. Dus lekker naar de zijde. Helemaal goed. Hi, waar ga jij heen? Ik heb jou even nodig. Ja, weet je waarom? Nou, zo is mijn camera een beetje wazig, maar dat is een ander verhaal. Nou zitten wij hier dus aan de Oostlaan 28, hè? Ja. Hierachter hebben we een kerkhof. Ja. Ja? Kun je even komen? Ja. Ik heb hier een doos die... waarom heb je dat besteld? Graflicht. Ja, dat is voor het kerkhof. Ja, dat is toch handig. Maar doe je daar onderhoud voor? Nou ja, het sluit bijna aan op onze tuin. Ja, we hebben nog een plekje vrij. Een lampje neerleggen. Hoeveel plekjes heb je vrij? Nou, ik denk... 6. 6. Ja. Ja, dan vraag ik even aan onze hoofdhovenier. Die bukt gauw weg. Hallo, Mr. J. Mr. J. Hallo. Ik heb begrepen dat wij nog 6 plekjes achter vrij hebben. 6 plekjes achter vrij hebben? Ja. Waar? In de tuin. Oh, ja? Waar gaan we dan naar? Nou, we hebben net graflicht er binnen gekregen. Staat er op een doos. Graflicht 40. Kan niet, hè? Nee, dat kan echt niet. Kan echt niet. Nee, hij staat er toch echt op. Oh. Hi, Os. Hi! Wat gebeurt er niet? Nou, ik moet wat harder praten. Mensen horen mij niet goed. Of lezen niet goed. Omdat ze niet goed lezen, moet ik wat harder praten. Zo, ik word doof. Daar zit geen haaknaald bij. Waar niet bij? Bij een standaard Nijntje pakket. Waar alleen Nijntje in zit. Oh. Dat zijn 2 bollen wit, 2 bollen oranje en een restje zwart. Ja, voor die snor, want die had deze. Dat heeft die. En oogjes. Hij heeft geen snor, hij heeft oogjes. Oogjes! Ja? Koop je groot pakket, haaknaald inbegrepen. Klein pakket, geen haaknaald. Dat zeg maar. Ja. Yeah. Moet wat harder praten. Ja. Yeah. Bedankt. Alsjeblieft. Jay, laat maar zien. Wat heb je aan? Laat maar zien. Je bent ook aan het passen voor... Oh, beeldig. Oh, weet je.
Dit is leuk, Jay. Dit accentueert echt gewoon je rondingen. En dan denk je, misschien zit hij achterstevoren. Maar nee! Nee, want daar heeft hij ook een lekkere V-hals. Doe eens een pirouette. Doe even een leuke pirouette voor ons. Echt een stoere pirouette. Helemaal goed. Helemaal leuk, Jay. Nou, die kan je zeker aan tijdens de modeshow. Ja, helemaal leuk. Hallo allemaal. We zijn nu in Giethoorn. We gaan met bootjes varen. En daar ga ik jullie laten zien. Een mooie huisje van Giethoorn. En we hebben allemaal zin in. Belen heeft er ook. Dus we gaan straks varen. Kijk, hier ben ik. Doei. Hi. 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 Het is wel de week van het zuigen, wist je dat? Is dat zo? Nationale zuigweek. Het is Nationale Zuigweek. Ja, dat moet je dan even aan mijn collega vertellen. Die heeft de hele dag naar die stofzuiger kijken. Ja. Maar wat heb jij allemaal gezogen deze week? Nou ja, ik ben begonnen met de buurman. Nee. Dat zijn de drie heren hiernaast. Dat kan niet. Nee. Het was de overbuurman. Oh, het was de overbuurman. Oh, blokker. En ik ga nu confetti zuigen. Oh, lekker. Volg me. Ik volg je. Mooie. Oh, ja. Weet je? Ja. Ik denk dat jij gewoon de nationale zuigkampioen bent. Weet je? Dit kan jij gewoon. Wat een leuk hoekje daar met al die garens daar in de hoek gegooid. Dat is zo zacht. Daar wil je gewoon in duiken. Het is echt al zo vaak vertoond, maar mensen vinden dit hilarisch. En wij blijven het gewoon doen. Gewoon omdat het kan. Mr. J wordt gewoon één met de bollen. Helemaal één. Helemaal zen. Helemaal Foetsie. Ja, ik ben Foetsie. Alles voor de handel. Kijk. Kijk. Het komt er gewoon zo uitzetten. Oké. Het is net het luikje van een automatiek. Mag ik voor nu een stapeltje buidelbeesten? Ja. Ik denk dat ze jou vragen bij Cirque du Soleil. Ik kan heel goed. Ben je hypermobiel? Ja, dat kan ik echt heel goed in de Cirque du Soleil. Maar... En dan even je heupen kantelen, zo naar links. Ja, mijn... Ah, mijn kont zit te vast. Als... Mijn kont zit te vast. Nou, bedankt hè. Ja, nou, fijne dag verder. Hé, hey, later. Zaterdagochtend. Het is vandaag de dag van de lancering van het grote Nijntje-haakboek. Ik ga even stilstaan, want anders beweegt die camera zoveel, want dan ben ik zo buiten adem. En het gaat echt een super gave dag worden, denk ik. We zijn helemaal voorbereid. Kimberly komt straks de boek zien hier en Nijntje zelf komt straks. Dus blijf zeker even kijken wat we vandaag allemaal voor je in petto hebben. Het gaat echt leuk worden. Nijntje, het is nog steeds heel vroeg, jongens. En... ik wacht tot de collega's straks komen. Ik wil ze eigenlijk wel even verrassen dat het al klaar is. Dus ik ben even wat slingertjes aan het ophangen. Ballonnetjes ga ik zo blazen. Het eerste slingertje hangt al met heel veel kleine Nijntjes. Ah, dat wordt toch een feestje hoor dit, jongens. Helemaal leuk dit. Mootje? Hi! Wat ben jij aan het doen? Wat haal je daar je genotsknots eruit? Ja. Lekker zeg! En dat zo lekker op de ochtend. Wat ga je doen? Ja. Ga je zingen? Ja. Oh, doe eens. Aansluiten. Oh, je moet hem aansluiten. Ja. Ja? Ik weet geloof ik al. Kijk, ik raak alles kwijt. Ik weet ook de uitleg al niet meer.
Want het is in mijn Bluetooth, denk ik. Ja. Nou, druk op die Bluetooth. Ja. Je hebt twee Bluetooth'en daar. Ja, hij is al verbonden. Oh, hij is al verbonden. Hoe werkt dat dan? Test. Interessant. Wil je even wat... Hoe vindt u dat nou hier, mevrouw? Kijk, hij had ook uw tanden er niet uitslaat. Ja, hij doet het nog niet, denk ik. Oh, gezellig. Doe even een dansje. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. Jongens, oké, mag ik even een vraag stellen? Ja, we hebben een microfoon. Hallo, kan je je even voorstellen? Ik ben Jay. En wie ben je nog meer? Jay. Echt waar? Ja. En wat ga je vandaag voor ons doen? Konijntje. Ga je een konijntje maken? Laat het even zien. Kijk. Dit zijn de oren. Oké, dit zijn de oren. Blijf even kijken mensen, want daar gaat dus een konijntje maken. Heel spannend dit. Oeh, dat is een jordje bijna. Ja, bij. En nu? En nu ga je vastzitten. Nu ga je vastzitten. Hij is leuk, Jay. Ja, dank je. Ja. Vind je mij nou ook leuk? Ja, ik vind jou ook ik al erg nijntje. Ja, ja erg nijntje. En jij ben je ook al heel nijntje. Wat heb je gedaan? Zij is al niet zo ver. Ja, ik alles kwijt. Ja, ja, je mag hem nu houden, goed? Hi! Hallo? Hi! Vlaggetjes! Als ik in deze bos kom, gaat het vliegen. Ja, maar je moet hem gewoon heel goed strak knopen. En de wind gaat straks nog liggen, ik voel het aan mijn water. Mm-hmm. Ja, maar waar ga je heen met dat ding? Hier. Oeh, ja, ja. En dan moeten we hem verlengen. Oh, het is perfect. Red je dat? Oeh, mijn camera ging een beetje scheef. Je redt het wel, hè? Grappig. Ja, wat leuk. Ja. Dat is echt super schattig. Samen met Nijntje. Ja, gaat nou, u maar. Leuk, hoor nog even. Ik probeer mijn nek niet te breken. Hoor je me nu wel? Oké, doen we het zo. Geen probleem. Ik herhaal nog even. Goedemorgen allemaal. Welkom jullie te zijn. Kunnen de achtste mensen even zwaaien? Ja, goed zo. Helemaal leuk. Er worden zo'n 40 mensen tegelijk naar binnen gehaald. In verband met de drukte. Dus er wordt geteld. Deze meneer in het roze overhemd. Laat je wel binnen of niet? Dan gaan we gewoon de deur beleid. Helemaal leuk. Nijntje komt als goed is nu echt officieel aan. Nijntje! Terwijl het buiten helemaal druk is, gaan hier de voorbereidingen zo van start. Even allemaal roepen! Uitgever, Nijntje. Moeders, echtgenoot. Nijntje. Iedereen is voor het grote feest hier. Durabel. En natuurlijk alle Nijntje gehaakte attributen. En Kimberly de plekje om te signeren. Nou, wij zijn er klaar voor. Het mooiste haakproject te maken. Zometeen bij binnenkomen. Ik zal pillenreis van het Het is uitgegroeid tot een wereldwijd icoon. Wat begon als een eenvoudig verhaaltje van het samengaan, is nu een cultuurfenomeen dat generaties over de hele wereld heeft geïnspireerd. Met haar eenvoudige vormen, heldere kleuren, kinderlijke onschuld, heeft Nijntje niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen haar hart gesloten. Hallo moeder van. Hallo. Hoe is het hier bij die doos? Nou, Is die doos al leeg? Nee, de doos is nog steeds niet leeg. Nee, feestelijk.
vreselijk. En Mr. J. Hey, hallo vriendin, je meentje bij je. Wat een volk. Het houdt ook gewoon helemaal niet op. Mensen zijn er binnen, de mensen zijn er buiten. Nijntje is een uurtje liggen en al die mensen staan te wachten op Nijntje. Ja, Nijntje zit even aan de worteltjes staan. Ja, moet ook. Moest heel even gebeuren. Ja, klein momentje nog. Ja, en zo gebeurt het dat ineens de kassa overgenomen wordt, hè, Nijntje? Ja, precies. Nou, Nijntje, ik hoop dat we vanavond wel goed kunnen tellen. Maar Nijntje gaat ook mee antwoord geven, hè? Groetjes, Nijntje. Ja, Mr. J meets Nijntje. Ja. Kun jij niet een leuk huisje voor Nijntje haken? Ja, tuurlijk. Dat mag niet, hè? Helemaal leuk. Nijntje bij Pera pas, ja. Hoe uniek is dit? Fans. Jullie beurt voor Nijntje draaien om, dan maak ik een filmpje van jullie voor in de vlog. Kijk. Helemaal leuk, helemaal leuk. Dat... Even de warmte ontvlucht. Nijntje lekker even naar buiten. Bij ons nieuwe bord. De vlaggen hangen netjes. Het is echt feest vandaag, jongens. Als jullie dit zien, hebben jullie het wel gemist, hè? Want jullie zien dit op zondag en dit was zaterdag. Ja, en dit was maar once in a lifetime, hè. De echte Nijntje bij Pera Pasha. Nijntje komt allemaal de spulletjes bewonderen. Kijk dan hoe schattig is dit klein Nijntje. Moet je daar een foto van maken, Nijn? Blijf dat staan. Dat het leuk is, hè, zo. Blijf staan, wacht. Ik heb al foto's. Ah, je mag foto's maken. Dat is jouw verjaardagstaart, hè, Nijn? Wanneer ben je eigenlijk jarig, Nijn? In juni. In juni? Alle mooie mensen zijn jarig in juni. Ja, vind je het eigenlijk leuk versierd hier, Nijn? Ja. Allemaal feest voor jou, hè? Echt zo schattig. Taart, de bijtring en de placemat. Ja, als jullie dit vlog zien en je bent niet geweest, dan heb je echt wat gemist. Was het natuurlijk wel. Oh, nou leuk hè, Kimberly. Dit is wel heel gaaf, hè? Ja. Marine. Ik maak maar zomaar het boek te schrijven. Ja, klopt. Leuk hè, met papa en mama en Nijntje. Kijk dan hoe leuk dit is, hè. Geweldig, jongens. Hallo? Is er iemand thuis? Even aan... Nee! Oh. Aankloppen. Hallo? Ik ben er! Er wordt niet aan de deur geklopt. Dus. Wat een gaaie! Hops, kom eruit. Ja, nou, dit is dus Just Kimberly. En we zagen dat je... Ik kom niet uit de kast, maar uit de doos. Nee, ik kom uit de doos. Maar daar kwam je ook uit, toch? Ja, ook. En ik zag je navel, zag ik net. Dus... Ja. Ja, kan die knop ook uit? Nee. Nee. Aandacht. 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 Mama. Misschien kan mama en papa erin. Nou. Met bord en zonder bord, toch? Ja. Dat is mooi. Dat is ook weer staan. Dat was het. De week zit er weer op. Vond je deze video nou leuk? Laat het weten in een reactie hieronder. En wat zeggen we nog meer altijd, Jay? Blijf kijken. Nee, het is het einde. Oh, het einde. Ja. Tot volgende week. Ja, en abonneren. Abonneren. Ja, en wat nog meer? Zet een leuke reactie onder. Liken, kijk. Wat zeg jij? Liken. Liken? Nee, niet liken. Die liken liggen daar. Like. Oh, likes. Like. Doe die thumbs up. Dat zeg maar. Oh ja, dat thumbs is... up. Die komen nu ook allemaal in beeld en zo, weet je. Ja, ja. Misschien ook nog een beetje sneeuw. Kan er ook een beetje sneeuw komen nu? Was toch. Oh, leuk. Ja, oh, dat komt. Oh, oh. Ben je toch weer lekker aan het tillen? De pallets worden gehaald, hè? Wacht gewoon. Ja, maar die moeten we door kunnen.